Op 30 mei zijn we gestart met de vernieuwing van de regionale tramlijn. Dat is de tramlijn tussen Utrecht en IJsselstein en Utrecht en Nieuwegein. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden zit erop. We gaan nog de testfase in. Maar we zijn gewoon super benieuwd wat de omgeving, dus bewoners, winkeliers, voor overlast hebben gehad. Of hoe positief ze zijn over het project. Dus we gaan even de buurt in. Qua werkzaamheden moet ik zeggen dat het allemaal heel netjes en vlot verloopt. En de trambaan is hier dicht geweest. Dat zal voor heel veel mensen tot overlast hebben geleid. Maar goed, gezien wat er allemaal gaande is, vind ik het echt heel erg meevallen. We staan hier bij halte Binnenstad IJsselstein. Wij wonen hierboven. De werkzaamheden begonnen 31 mei. Toen werd alles afgezet hier. Moesten we via de achteruitgang. Daarna begon het slopen van het perron. Daar hebben we heel veel last van gehad. Vrij veel herrie, maar ook trillingen. Ik woon naast de tram, dus het was voor mij altijd heel erg makkelijk om even snel de tram te pakken. Maar nu, omdat hij inderdaad niet meer rijdt, moet ik de bus nemen om ergens anders te komen als ik er niet naartoe kan fietsen. En als de tram straks weer rijdt, ga ik zeker de tram weer pakken. Want ik vind het toch gewoon het makkelijkst. Ik vind dat het ontzettend mooi wordt ten opzichte van het oude systeem. Alleen de overlast die we ervaren als bewoner zijnde, omdat we natuurlijk vlak achter een overgang wonen, valt me een beetje tegen. Het is de hele dag boren, zagen, timmeren en stofhappen. En dat is een beetje minder prettig natuurlijk. Ik ben winkelier vlak aan de rand van de binnenstad en mijn winkel ligt aan de trambaan. Complimenten voor de organisatie. Echt, ik heb weinig tot geen last gehad van de werkzaamheden. Ik ben er eigenlijk heel blij mee, want er zijn toch wel veel mensen uit het hele land die naar mij toe komen in de winkel. En die pakken toch verrassend vaak het OV. En als dat er nieuw uitziet en als het goed werkt, daar kan ik alleen maar blij mee zijn.